Makelaars in Nederland zijn echt helemaal klaar met Hugo de Jonge. Wat is er nu aan de hand met Hugo de Jonge? Wat is de reden waarom jij denkt van Hugo de Jonge, je mag vertrekken wat mij betreft? Nou, de laatste keer dat ik me met hem bezig hield, wilde hij het dus makkelijker maken om mensen hun bezit te onteigenen, hun huis en zo. En was hij om een of andere reden aanwezig bij besprekingen over het landbouwakkoord, terwijl hij niet minister voor landbouw is, maar voor huisvesting. En daarvoor natuurlijk was hij onze minister van Volksgezondheid die 2G wilde invoeren en ongevaccineerde mensen wilde discrimineren. Ja, en Hugo de Jonge kwam laatst met een heel bijzonder plan. Wat gelukkig wel is afgekeurd door de Tweede Kamer, maar... Dat was inderdaad dus dat zeg maar gemeenten gewoon konden gaan bepalen eigenlijk aan wie je huis nog verkocht, waardoor je het ook niet voor de maximum prijs uiteindelijk zou kunnen verkopen. Dat zou nog verder impact zijn geweest van privé-eigendom. En dat was zo erg dat niet alleen oppositiepartijen zoals BBB en Jaren 20 en ook gelukkig PVV, die zijn hierop dan nog wel rechts, maar zelfs VVD en D66, die stemden allemaal tegen. Dus dat gaat in ieder geval niet komen, dat is mooi. Het is toch het volslagen gestoorde idee dat we een minister hebben die eigenlijk gewoon zo hard wil interveneren in de vrije markt, weet je, gewoon het hele idee van vraag-aanbod gewoon niet snapt. Als jij gewoon met dat soort maatregelen komt en gaat bepalen wie jij wel of niet je huis mag verkopen, dat betekent toch automatisch dat prijzen gewoon gaan stijgen, want het is gewoon een kunstmatig systeem. Ja, ik begrijp ook niet welke ideologische motivatie er precies achter zit. Economisch zinnig beleid lijkt al lang niet meer de prioriteit te zijn van dit kabinet.